Breda Nu. Je weet het meteen. In de Grote Kerk van Breda vonden de jaarlijkse Stappen en Shoppen Awards plaats. Stappen en Shoppen is een magazine die regio's in de spotlight zetten op het gebied van stappen en shoppen. Dit jaar werd het 10-jarig jubileum gevierd, waarbij natuurlijk groots werd uitgepakt. We gaan vandaag voor de vijfde keer de Stappen en Shoppen Awards uitreiken. En daarnaast vieren we met Stappen en Shoppen ons 10-jarig jubileum. En gaan we dus ook de 10e editie van de Stappen en Shoppen magazines onthullen. En hebben jullie dan ook extra uitgepakt voor dit jubileum? Ja, we hebben, wat we sowieso dit jaar doen, is een 4-gangen diner in de Grote Kerk voor 500 gasten. Dus dat is al heel groot. En we hebben een hele bijzondere openingsact. De magazines zijn dit jaar extra speciaal met een bijzondere cover. Waar we ook Hartwel en Guido Weijers op hebben staan. Er kunnen ook een hoop cafés of horecagelegenheden in de prijzen vallen. Ja. Wat zijn een beetje de indeling daarvan? Nou, je hebt de Shoppen Retail Awards en je hebt de Stappen Horeca Awards. En in beide heb je 10 prijzen. Grand Theater Boekhandel. Duifhuizen. Spellenwinkel. Streken. Restaurant. Binnen. Kom Vloeikel. De Tiger Club. Skietekat is de winnaar. Gefeliciteerd als eerste. Ja, dankjewel, dankjewel. We zijn er blij mee. Wat zorgt er nou voor dat jullie deze prijs hebben gewonnen? Ten eerste denk ik persoonlijk dat wij best een unieke winkel zijn binnen Breda. We hebben een behoorlijk mooie winkel en ook echt een soort van concept store. Je merkt dat dat wel steeds meer opkomt, maar dat dat zeker in Amsterdam en zo al heel erg hoog is. Maar dat in Breda dat eigenlijk nog een beetje mist. Dus wij zijn toch wel een van de weinige echt concept stores. Waar je meer doet dan eigenlijk gewoon kleding verkopen. En ik denk dat dat wel bijgedragen heeft. Zeker. Willen jullie nog iemand bedanken toevallig? Iemand bedanken? Ja, natuurlijk Dolph. Iedereen die op ons gestemd heeft. We willen Dolph bedanken. Hij heeft deze winkel gemaakt tot hoe die is. En de rest van het team natuurlijk, die wil bedanken. Ik ga hem er snel bij pakken. De winnaar van de Books, Music and Games. Het Grand Theater. Ja. De standaardvraag, wat gaat er door je heen? Ja, we zijn super blij. Echt leuk. Ja. Wat maakt jullie nu zo onderscheidend? Nou ja, wij doen veel meer dan alleen maar een boekenwinkel. Wij hebben ook evenementen. En we zijn nu mee bezig met bierproeverijen, wat nu gewoon helemaal hartstikke populair wordt. En daar zijn we echt trots op. Breda Nu. Je weet het meteen.